Hoi, het is je boy QC. En vandaag gaan wij kijken naar weer een ouderwetse. Wat kan er nou precies misgaan? Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Vergeet ook niet te abonneren. We gaan lekker met de abonnees. Dus dat zou ik erg waarderen. En dan gaan we beginnen. Leuk dat jullie weer kijken, man. Ik hoop dat jullie een goede dag hebben. En ik hoop dat jullie nog beter worden. Oké, ik ben benieuwd. Oh, dat gaat sowieso fout. Wat is deze man aan het doen? Oh, meneer, u werd eventjes naar achter getrokken. Kijk, daar gaat ie. Waarom, zeg maar, wat is de logica ook? Zeg maar, waarom wil je dit en dit tegelijk trainen? Dit kan je toch ook, zeg maar, in groepen doen? Dit kan je, ja, weet je wat, ik ga niet te veel zeggen over de gym. Zodat ik daar weer commentaar op krijg, maar jullie snappen met mijn bedoeling. Wat de fuck is die hier aan het doen? Ah, nee, dit doet die eventjes, hoor. Hier, meneer, u moet even naar achteren. Lekker weet. Oké, een gender review. Oh nee. Oh shit. En hun maar feestvieren. Ik weet niet of jullie het zagen, maar deze vrouw was de lul. Lekker bezig hoor. Hij geeft ook een trap, jongen. Even kijken, kijk, daar gaat hij. Mevrouw. Ja, dat is mooi. Hun blij. Mevrouw ziet geen tyfus meer. Ja, ze heeft last hoor. Oh man. Die trap zo was de schoonmoeder aan gehoord. Dat is niet Barkie. Dank je man. Hola! Hola! Ja, maar wat verwacht je? Wat verwacht je? Er zijn twee van die dollies van de Albert Heijn of de Jumbo of de Dirk of... Weet je wat ik dacht? Ik dacht, ik noem gewoon alle bedrijfsnamen in één keer op. Dan maak ik ook voor niemand promo. Kom maar één van jullie drie naar mij toe. Ga verder praten. Lidl, als je er ook bent, let's go. Maar goed, waar waren we gebleven? Ja, twee dollies. Ja. Hola. Wat is de bedoeling? Ik wil raden dat het fout zou gaan. Oh. Meneer, dat was uw achterhoofd. Oh, maar waarom wilt u dit ook doen? Dan word je... Kijk, dit is pure karma. Ga maar even liggen, joh, meneer. Niks aan de hand. Oh, die maakt wel eens smakkend, hoor. Yeah. Oh. Ik heb een nieuwe functie ontdekt, jongens. Ja, hier ga ik goed op. Oh. Leven maken. Oh, dit is echt het kind in mijzelf. Ja, genoeg zo. Genoeg zo. Genoeg. We hebben genoeg. Oh, als dat ding gaat bijten, is het klaar, hè? Ja, dat doet pijn. Oh. Ik ben geen dierendeskundige, maar ik weet wel dat een schildpad heel hard kan bijten. Trouwens, ik heb het zelf nog eens geprobeerd. Een schildpad kan echt je halve lip eraf bijten. Oh, waarom doet ze dit ook? Waarom zou je überhaupt een dier willen kussen? Laat staan, een schildpad. Waarom? Toch helemaal niet fris. Are you sure? How do I open it? Oh, here we go. What's happening? Oh, that's the worst smell I've ever smelled in my life. It's everywhere. Oh, it's everywhere. Oh, volgens mij is dat stinkfruit of zo, wat echt verschrikkelijk stinkt. Waarom zou je dat ook doen in je auto? Ik kan gelijk je auto wegdiepen. Je kan hem gelijk naar de sloop brengen. Door naar de volgende. Voor mij ga je zo'n geur er nooit van je leven uitkrijgen. Maar ja, alles voor de views. Alles voor internet. The Revenge of the Tetra. Ik ben benieuwd. Oh ja. Ja, ga maar lekker mee. Ja, heerlijk. Mevrouw, u wilt mij gooien toch? Weet je wat? Hè? Nu je het toch zo lief vraagt en zo lief doet. Ik neem je per direct mee. Kom maar. Ja, dan moet je ook net pech hebben hoor. Dan moet je ook net pech hebben om zoiets mee te maken. Ja, mooi dat de camera's bestaan, dat het niet bij ons gebeurt. Dat wij er gewoon lekker kunnen om lachen terwijl we droog thuis zitten. Hey, hè? Zo kan het ook. Van hetgeen wat hij probeerde is niet eens 10% geluk, maat. Kijk hier, eventjes springen hoor. Even springen. Het is zeg maar zo onduidelijk dat ik niet eens weet wat hij nou probeerde. Wou hij nou een backflip maken? Probeerde hij een ollie? Wat was zijn bedoeling? Helemaal eraf deze gozer. Oh, parcoursjes. Ga ik ook altijd lekker op. Vooral als het misgaat.
Jongens, besef even dat we verder gaan. De moves die deze meneer net heeft gemaakt, ik zal al buiten adem zijn. Zeg maar. Oh. Yes. Maar goed, daar zijn we niet voor gekomen. Ja, lekker sprongetje. Oh, ga maar. Oh. Ja, ja meneer, u wil eventjes wat koppen. Nou, ik ben eigenlijk op zoek naar nieuwe laminaat. Wat voor hout is dit? Ah, oh, man. Ja, oh, dit is pijnlijk. Maar ook zo mooi. Oh, hier ga ik goed op. Ah, oh, godverdomme. Hoeveel pech kan je hebben? Oh. Oh. Ten eerste, wat is hij aan het doen? Ik weet niet welk lijntje hij heeft gesnoven, maar het zit diep in zijn neus. Maar dus hij valt, glijdt uit. Ik denk nog van, hey, hij neemt hem mee. Maar ja, waarschijnlijk schrok hij en was hij misselijk tegelijk. Daarom dat hij onderweg was naar de wc en hij dacht, godverdamme. Je moet er niet aan denken. Oh shit. Die is gelijk klaar met bezorgen. Die stopt. Die zegt zijn baan op. Oh, wat de what the fuck was dat? Was het een vogel ineens? Oh ja, er komt een vogel. Meneer, kopt die anders even een paaltje? De tering. Dat doet pijn. Zoveel pijn. Como hipnotizar a cobra e ela não morder você. Oh, waarom doe je dit? O segredo é você assobiar. Hij gaat hem bijten, hij gaat hem bijten. Ai, joh, je ziet. Ik wist dat ik zou schrikken. Waarom is dit weer? Waarom is dit weer? Ik wist wat er ging gebeuren en alsnog schrik ik mezelf de pleuris. Oh, man. Ben ik de enige die dat heeft als ik dit soort video's kijk? Zo teleurgesteld weer in mijzelf. Zo teleurgesteld. Ja. Ik weet niet wat ik er anders van moet zeggen. Ik weet niet wat ik er anders van moet zeggen. Oh, nee. Ja, talloze dit soort video's te zien, dat gaat weer helemaal mis. De wedding cake. En hij probeert hem nog te brengen. Wel scheiden hoor. Hij denkt, ja joh, hè? Ik breng hem nog, misschien een paar haren van mij erin. Maar hier joh, we leveren hem. Ja joh, zonder schaamte. Hij presenteert hem nog eventjes. Ah ja. Oh ja, ja. En dan even neerzetten. En dan stopt hij. Weet jij, denk bij jezelf, hè? Hij denkt, naast mijn haren kunnen er ook nog gewoon viezigheid van de grond mee in de taart. Hoe durft hij die taart nog neer te zetten om hem te presenteren? Je kan toch, bro, die taart heeft een half uur in zijn haar gehangen. Gaat er het hebben. Ik snap wel dat hij één voet erop heeft, toch? Mag ik hopen? Dus hij weet ook als dat ding doorbreekt. Dat... Hij heeft hem toch wel vast? Ja, lekker, man. Heb je goed gedaan. We zijn trots op je. Ja, dat vond ik mooi. Ten eerste, waarom kik je die deur zo? Waarom denk je dat je Terminator bent? Nog met z'n tweeën? Even stoer hoor, deur in trappen, ja toch? Kijk hier, hij heeft zo... Die had pijn. Nee. Oh jongens, kijk hier, die heeft pijn hoor. Ja, ik ga goed op dat soort dingen. Ja, mooi. Moet je ook maar geen deur in trappen, lul. Double up to daddy's pain. Janice, don't do this. Fuck off man. Tweede keer dat ik al schrik. Helemaal geconcentreerd. Ik denk misschien pak die vogel zijn vinger of zo. Iets in die richting. Ik ben hier naar een Tripod to Scammy video aan het kijken, maat. Oh, dit. Hoe de fuck heeft hij dat voor elkaar? Waarom start die auto? Hé, wat doet hij nou? Waarom? Oh, dit is echt een lul. Echt een lul. Ja, zit je met je hoofd tussen de deur. Maar ik heb nog nooit iemand in mijn leven in een auto zien stappen. Of nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog nooit iemand in mijn leven de auto open zien doen. Eerst de sleutel erin en dan pas zitten. Dat heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Je gaat eerst zitten, daarna doe je sleutel erin. Of je drukt op een start- en stopknop. Ja, ik wil niet zeggen dat hij het zelf even dient, maar
hij heeft het wel verdiend. Nou, de koptelefoon is af. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik wel. Dus bedankt. Tot de volgende. Ik hoop jullie later. Bye.